te vandaag vrijdag. En normaal gesproken begin ik natuurlijk niet op vrijdag. Maar we gaan een weekend naar Pisa. Dus ik dacht het wel leuk om jullie even mee te nemen. Maar daarvoor ga ik wat aan dit haar laten doen. Ik weet nog niet precies wat. Ik heb laatst een poll gedaan over rose gold haar. Dus ik denk dat dat sowieso het wordt. Maar zoals je ziet is het vrij lang. En ik wil het eigenlijk wel weer een keertje doneren. Dus ik moet even gaan kijken. Ik heb mijn lister er nog niks over verteld. Ik ga natuurlijk naar mijn favoriete kapper. 10 kappers in Zevenkamp. Dus dat. Daar gaan we even heen. Oh, we zitten er weer. Met Melissa. Hey. En we gaan iets spannends doen. Zeg maar iets. Oh jee, daar gaat ze. Daar gaan we. No. Ja, kan niet meer terug. Nee, no way back now. Nee, helaas. Pink it is. Oh jee. Voor de komende maand. Oh jee. Nou, verder geen paniek hoor. Helemaal niets. Oh jeetje. Superleuk. Oh, ik sta inmiddels weer bij de auto. Ik wil het even in het echt laten zien. Kijk nou hoe vet die kleur is. Een beetje overbelicht, maar oh, ik ben er zo blij mee. En mocht je niet weten, dit is zeg maar het winkelcentrum in Zevenkamp. En daar zit Team Kappers dus. Dus echt super goed te bereiken. En ja, als je gewoon op zoek bent naar de beste kapper van Nederland, dan moet je gewoon even bij Team Kappers in Zevenkamp langs. Jongens, ik ben hier zo blij mee. Ik vond het zo eng. Maar oh, kijk nou even. Zo vet. Echt super cool. Echt. Het mooie is ook dat ik gewoon hier kan zeggen, ik wil die kleur. En dat het ze gewoon lukt om precies die kleur te maken. Super cool. Oké, ik word heel erg aangekeken. Dus goed, ik ga snel naar huis. Hallo! Van de kapper door naar Pisa. Althans, we zijn nog gewoon in Nederland. We staan ergens langs de snelweg. Sven is natuurlijk even wat te drinken halen. Ik blijf constant in het schermpje kijken, want ik zit naar haar te kijken. Ik ben heel erg blij mee. Ja, dat. We hebben echt super snel de spulletje ingepakt en zijn onderweg. We gaan via Eindhoven. Dat, het is een beetje druk onderweg. Staat een meneer een beetje raar bij de snelweg te kijken. Dat. Nu had ik een Pisa, want we gaan binnenkort naar Sibon. Nee, dat mag je nou helemaal niet zeggen. Wij zijn echt super makkelijk door de check gekomen. En het gaat hier veel vlotter dan op Schiphol. Dus wat dat betreft vind ik het wel relaxed. Maar we zijn even een plekje aan het zoeken waar we enigszins wat normaals kunnen eten. En over een uurtje mogen we, denk ik. We gaan eens even kijken. Gelijk in de spotlight gezet, want we hebben onze Fiat 500. Oh nee! Spot rijden. Oh nee! Het is gewoon een Opel Astra. Maar ja, kijk, het was een Fiat 500 of iets vergelijkbaars. En wat is dan vergelijkbaar met een Fiat 500? Een caddy. Dus dat deden we niet. We hebben geen eigen risico meer, dus ik kan gewoon botsen nu. Ja joh, nou dat ik zou het bijna we stonden echt net buiten en toen was er al gelijk een aanrijding. Maar die Volkswagen Caddy is best wel cool. Het is volgens mij gewoon een 9-persoons Caddy of 7. Nee, rijden. Ja, zullen we nu even het adres invoeren? Ja, we gaan even het adres invoeren en we gaan even zorgen dat we ergens wat gaan eten. Tot ook navigatie. Menu, joh. Die! Nou, we kunnen weer naar huis. Dat is het horen. Gaan we nu even eten. Honger. Ja, ik zie niet eens. Maar wel tof met die lichtjes zo. Nou, we hebben nu ons plekje gevonden. Echt recht voor de toren van Pisa. Met een heater, dus dat is ideaal. En ik ga pizza eten en Sven gaat een mixed grill eten. Het is eigenlijk heel niet Italiaans. Ja, je wilt pasta, hebben ze door. Nee, ze hebben pasta. Maar voor nu, het is ondertussen... het is 10:30 en wij gaan avond eten. Dat is helemaal niks voor mij, dus ik ben er wel een beetje klaar mee. Ik wil gewoon eten. Ik hoor niet over die naam. Maar Sven zit dus letterlijk met zijn... Thank you. Met zijn rug naar de toren toe. Dus zal ik even laten zien. Dat is wel leuk. Maar hij stond net nog aan. Dit is Sven, die kan heel vrolijk kijken. En hier achter, als hij wil focussen, hij wil niet focussen. Maar daar zit dus de toren. En dit is de huidige status. Maar ik heb een Italiaans biertje.
Ja, is het Italiaans bier? Wat is het? Staat er een ding bij? Peroni. Oh, oké. Deze kant. Ah, oké. Goed zo. Goedemorgen. Wij zijn net wakker. Ik kijk even naar het uitzicht. Niet dat je heel veel ziet, maar dat is in ieder geval zien dat het lekker weer is. Dat is heel fijn. We hebben net ontbeten. Hallo? Ja, we hebben net ontbeten. Was niet heel erg bijzonder, maar wel gewoon oké. Okay. En we zijn natuurlijk gisteren al even naar de tour geweest, maar dat was 's avonds. Dus we gaan zo richting de tour lopen. Dat is ongeveer een kilometertje. Dat kunnen we hebben. En dan gaan we even Pisa doorlopen, want in principe schijnt dat niet zo heel erg groot en bijzonder te zijn. Dan kunnen we die in ieder geval afvinken. En dan pakken we de auto en dan gaan we richting Livorno. En Livorno, geen idee of je het zo uitspreekt, dat ligt aan de kust en dat schijnt een leuk plaatsje te zijn. Dus daar gaan we heen rijden. En wellicht dat we vandaag ook nog even naar Luca gaan. Luca. Weet ik veel. Daar. Dat is wat meer binnenlands, inlands. Hoe noem je dat? Dus dat. Ik zal even mijn outfitje laten zien. Want daar ben ik heel trots op. Ondanks dat ik het stiekem een heel klein beetje eng vind. Want het is wat meer dan dat ik gewend ben. Deze. Hallo, focus. Ik weet niet dat het heftig is. Deze jurk heb ik bij Rumors Concept Store gekocht in Kralingen. Dus die hebben we aan. Ik vind het heel leuk, maar ook wel heftig dan met die, met het nieuwe kleurtje haar. Maar daar ga ik aan wennen. Een goudkettingje en oorbelletjes van Boyscout. Dat dus. Ja, meestal doe ik dit niet, want meestal heb ik geen leuke dingen aan om te laten zien. Maar nu wel. Wij gaan zo op naar Pisa. En het is echt oprecht lekker weer. Het is 20 graden, zei hij net. 28. Niet waar. Ah goed, het is in ieder geval lekker weer. Maar het is niet zo lekker weer dat je in je speedootje de zee in duikt. Nou, die gekke Italianen, die doen dat wel. Dus ja. Oké, okay, dat. We gaan even een rondje lopen over de boulevard. En dan denk ik de stad in. Gewoon gaan rijden. Ja. Daar is Livorno. We zijn gewoon naar beneden gereden. En toen zagen we op een punt een soort van kasteeltje staan. Dus ik zeg, nou daar wil ik eigenlijk even stoppen. Toen kon je helemaal naar beneden lopen. Echt super tof. Oh, ja, kijk eens. Wij zijn weer onderweg naar Florence. We gaan niet meer naar Luca. Luca. Misschien morgen. Maar Florence bleek ons leuker. Of zo. En het verschil was een half uurtje. Dus dat. Maar ondertussen is het 12:30 en hebben we honger. Dus Sven die heeft chips. En ik heb een yoghurtje. Want het was al chips of yoghurt. Meer keuze hadden we eigenlijk niet. Dus wat zeg je? De chips, ja, voor jou chips. Ja. Dus dat. En wij rijden ook in het heerlijk zonnige spul. Nee, je ziet het niet. Maar je ziet het niet. Dus. We zitten inmiddels voor de lunch. Het is 2:50. Ik was echt bijna 2:30, maar dat is erg overdreven. En we zitten echt in een superleuk Italiaans straatje. Verder is er eigenlijk nog niet zoveel te zien, behalve een pleintje waar we net langs zijn gelopen. En Leonardo da Vinci Museum. Nee, je ziet echt helemaal niks. Je ziet alleen maar dat daar de zon is. Ik loop er zo even doorheen. En we hebben pasta besteld. En het water loopt in mijn mond als kruidenade eigenlijk. Hè? Ja. Echt enorm lekker. Ook ja, moet in de lens kijken. Ja, heel goed. Moet ik zelf wat op besteld? Ja, doe maar. Pasta. Iets meer uitleg. Bolognese. Zonder kaas. Zonder kaas is niet goed, maar we hebben hier een heel potje met kaas staan. Dus en ik heb gnocchi met pesto. Wij zitten bij een gezellig tentje ergens op een plein,
bij In Luca. Luca Toni. Oké. En ik heb een lasagne genomen. En ik was een beetje bang dat het een hele koers zou zijn. Maar het valt dus mee. Het is echt verschrikkelijk. Ja, dus we gaan even een beetje eten. En het wordt koud. En we zijn moe. Dus ik denk dat we na het eten richting het hotel gaan, of niet? Ja. Top idee. Goedemorgen, lieve mensen. Het is vandaag zondag. Het was een hele bijzondere nacht. Althans, het begon als een hele irritante avond. We hebben een buurvrouw, in ieder geval een buurvrouw. En die vindt het nodig om haar televisie op een standje discotheek te zetten als ze andere mensen proberen te slapen. En dat heeft ze de nacht ervoor ook al geprobeerd en gedaan. En heel veel herrie gemaakt. Dus ik was niet zo blij met haar. En toen was ik het gisteren zat. Dus toen heb ik in eerste instantie zelf aangeklopt. Of ze even vriendelijk eventjes alles zeg maar zachtjes wilde zetten. En dat deed ze niet, dus toen heb ik de receptie gebeld. En toen stond ik echt op het punt, letterlijk op het punt, om naar beneden te gaan lopen en tegen de receptie zeggen: yo, als jij het niet doet, doe ik het. En dan wordt het minder vrolijk. En toen werd ze gebeld, want ook dat horen we. Het is hier gewoon, dat moet ik wel eerlijk erbij zeggen, het is hier gehoorig. Maar dit was echt zo asociaal. Dus ja, dat is een beetje jammer. Ik heb niet heel veel slaap gehad. Dat is ook wel een beetje te zien. Maar dat maakt niet uit. Dat mag de pret niet drukken. We gaan er vandaag een leuk dagje van maken. We gaan een rondje rijden. We moeten om 4 uur terug zijn op het vliegveld. Ja, op het vliegveld. We willen nog even een beetje langs de kust rijden. We hebben wat plaatjes gevonden waar we eventjes naartoe willen. Dat soort dingetjes. Waarom staat die zo vreselijk licht? Oh, dat is de verkeerde kant op. Sorry. Zo, beter. Ik verbaas me overigens over dat die krul zo bizar goed nog zit. Ik heb hem wel een beetje bijgewerkt. Althans, gewoon mijn hoofd naar beneden gegooid. En een haarspray erin gegooid. Ah, het is echt heel cool. Goed, dat. We gaan even bij het ontbijt kijken. Ik hoop dat ze iets meer variatie hebben dan het gisteren hadden. Want gisteren was niet heel veel soeps voor mij. Ik wil toch wel een beetje proberen om enigszins gezond te houden buiten de pastaatjes om hier. En dan gaan we spulletjes inpakken en dan gaan we weer weg. Zo, we staan gewoon even opeens aan de zee. Ja. Wat een hartstikke mooie rit, absoluut. Ja. Ik heb er niks van gefilmd. Waarom? Omdat ik niet maar een heel klein beetje misselijk word, maar heel veel. Achter me hoor je een Italiaan heel boos zijn. En wij zijn lichtelijk geïrriteerd, want we kunnen dus... Oké, dit gaat echt gezellig worden. Maar we moeten dus coins hebben. En we hebben dat niet. We hebben al een ijsje gehaald om geld te wisselen. Maar ze hebben hier geen coins meer. Super tof. Het is hier wel heel mooi. Dus ik hoop dat ik jullie er wat van kan laten zien. Maar ik heb het idee dat we zo weer weggaan. Ja, waar gaat die landen? Dat is een gebouw. Oh, hè? Gewoon op het strand, achter. Hier een kleine strookje. Zie je die mensen rennen? Nee, joh, echt? Oké. Oh, het is een soort van landingsbaan. Goed. Oké. Nou, Sven heeft een nieuwe mottie gevonden. We hebben een kaart gekocht voor 50 cent. En nu kunnen we de parkeerplaats betalen. Is dat even leuk? Dan heb ik trek een pizza. Gas liggen en want het is als een beetje gek zo wat lief, maar hier vandaan komen dus de Sven en de paragliders, ja. Paragliders, die mensen die we dus net zeg maar over zijn gekomen, die starten vanaf hier. Dat is niet zo gek, want achter me kan je zien hoe hoog het is. Super gaaf. En als iedereen zijn mond houdt en er komen geen auto's en motors langs. Oh jongens, wat een hel. Hartstikke leuk voor al die wegen hier, echt waar. Maar niet als je wagenziek bent.
Dus ik heb hier een lekker flesje lauwe cola zero. En die heeft me ervan behoed om net 15 keer over mijn nek te gaan. Dus we staan even stil. Het uitzicht is echt super mooi. Maar die misselijkheid is echt verschrikkelijk. Zij staat ondertussen een foto te maken. Dus ja goed, we gaan nu richting Pisa. Richting... ik dacht even dat Sven stond. Richting het vliegtuig, vliegveld. En dan is het weer voorbij. Ik ga je nog wel even het uitzicht laten zien. Want het is hier wel echt heel mooi. Nou, van 25 graden en een Opel Astra. Naar, wat zal het zijn, min 5? En het winkel die te koop is. En het winkel die te koop is. Die overigens weer helemaal zwart is. Hartstikke leuk. Mocht je hem willen hebben, link staat in de beschrijving. Ik ben helemaal klaar mee. Helemaal. Leuke auto. Is een hele leuke auto, ja, absoluut. Ik heb er jarenlang plezier van gehad. En het is niet dat ik hem kwijt wil, maar ik gun een ander dat pleziertje. Ja. Ja, dat dus. Wij zijn terug in Nederland. Heb je het naar je zin? Ja, maar we zijn er niet helemaal weg. We moeten eerst nog door de slagboom met een code. Ja, je hebt die code. Ja, denk ik, mijn telefoon is leeg. Wat? Echt? Meen je het? Nee, natuurlijk niet. Oh, maar dat, ik vond Pisa leuk. Vond jij Pisa leuk? En de omgeving van Pisa? Pisa is dat niet zo. Nee, dat is het niet zo. Zag je dat je Pisa, die hele toren heel goed zag? Ja, maar dan zag je dus ook precies. Leg uit echt aan de rand en hoe fucking klein het is. Het is gewoon super klein. Het is gewoon een toren. Wij hebben het wel goed gegokt. Mensen hadden ons geadviseerd om dan wel een hotel in Pisa te nemen. En ik denk dat dat ook wel goed is, want je zit overal tussen, zeg maar. Dus je zit tussen Lucca en Livorno. Je hebt een mooie uitvalsbasis om naar Florence te gaan. Toppie! Dus zeker voor haling van paard. Ik hoef niet per se dan weer naar Pisa, maar zeker voor zo'n weekendje weg. Mag ik mijn mening geven over de locatie? Ja, snel. Want het hoeft geen hele lange vlog te worden. Ik ben van mening... Wacht even, twee tellen. Eindhoven. Ik ben van mening dat de locatie... Florentina... Ja, hou dan. Hoe heet dat? Toscane? Nee, Florentina. Die wat? Plaats. Florence. Nee, ja, is dat die stad waar we geweest zijn? We zijn in Lucca geweest, in Livorno geweest. En Florence. Die grote. Florence. Ik zou, denk ik, volgende keer... Hé, we kunnen weg. In Florence gaan zitten. Ja. Want Florence heeft echt ook s'avonds veel meer te bieden. Zeker als je bijvoorbeeld 4 dagen gaat. En Lucca vond ik wel oké. Ik zou lekker naar Pisa gaan. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Want die blijft toch maar doorpraten. Nee, pizza. En ik zie je snel weer met een nieuwe video. En abonneer je. En liken. En koop je auto. Oh, en koop mijn auto even. Dank je. Hoi.